Delphine van den Avenne is nu politieagente. In 1996 zette zij in Atlanta een van haar beste tijden neer in haar kajak. Ondanks dat er bij ons thuis wel aan kunst gedaan werd door mijn broer en mijn vader, had ik in feite zelf weinig interesse in kunst. Uitzonderlijk ging ik wel een keer mee naar een tentoonstelling als mijn vader of mijn broer meededen, maar anders was ik daar eigenlijk niet echt voor te vinden. Door het sport ook weinig tijd ervoor, veel trainen, veel in het buitenland. En ja. Ik heb gekozen voor een social game van Olivier Depré, omdat ik vind dat de realiteit weergeeft. Veel kinderen leven in een virtuele wereld met computer en computerspelletjes en dergelijke. En ze kunnen soms nog moeilijk het onderscheid maken tussen realiteit en fictie, waardoor ze inderdaad soms ook wankel in de maatschappij staan. Ik vind ook de kleurencontrasten mooi gedaan, dus het schilderij spreekt mij wel aan. Ik heb nu zelf twee kinderen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat internet en die computerspelletjes probeer een beetje achterwege te laten nog. Ik vind het belangrijker dat ze ook in beweging zijn en hun er anders ontwikkelen. En later hebben ze nog tijd genoeg voor met multimedia bezig te zijn. Ondanks het feit dat mijn broer en mijn vader inderdaad ook kunstenaars zijn, heb ik niet echt kunst in huis. Ik zit nog met kleine kinderen. De woning zelf moet nog opgedaan, ingericht worden. De kinderen zorgen momenteel voor de kunst door eigen schilderijtjes een keer uit te hangen aan de muur.